Het Hollands Historisch Festijn was een groot succes. Meer dan 60.000 mensen bezochten het historisch festijn en de bezoekers vergaapten zich aan de parade van levende historische personages uit 8 eeuwen regeringscentrum Binnenhof. En de spectaculaire show waarin ridders op hun paarden met lange lansen met elkaar strijden om de eer. Langs de Hofvijver met de historische tijdlijn kon jong en oud persoonlijk kennis maken met belangrijke historische personages. Van de grondlegger van Holland, graaf Dirk uit 2018 tot en met Aletta Jacobs uit 1919. De Lange Voorhout vond het steekspel met de ridders plaats. Met hun lange lansen rijden ze elkaar tegemoet. Dit was een geliefd spel om de vaardigheden van de strijd op peil te houden. Op het riddertoernooi Brederode hebben zij elkaar al eerder uitgedaagd. Het Hollands Historisch Festijn werd om 4 uur afgesloten met de slotparade 800 jaar Binnenhof. Veel foto's werden gemaakt van een bonte parade bekende historische figuren van 800 jaar Binnenhof. Met onder andere de 8 koningen uit 200 jaar Koninkrijk. Stadhouder Willem van Oranje en graaf Dirk, de grondlegger van de graafschap Holland. Dankzij de slag bij Vlaardingen in 1018 en geniet de show van graaf van Holland Floris V, die de ridderzaal heeft laten bouwen. Het drukbezochte evenement werd met een demonstratie kanonschieten succesvol afgesloten.